Yeah. Gewoon weer weinig dan wel niets. Ja, soms zie je iemand lopen en soms iemand op de fiets. Het culinaire hoogtepunt is hier een zakje friet. En af en toe gaat iemand naar de kroeg of gaan ze naar de beach. We hadden eerst een terrorruil, daar zat echt niemand mee. Maar ons gemeentehuis, dat lulde altijd graag een stukje mee. Voor onze terroroe kwam ze pers van overzee. En baby Henkje, dat ben ik, het ukulele op tv. Boe, 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 we durven weer naar buiten toe. Boe, boe, maar waar in hemelsnaam naartoe? Boe, boe. Ja, ik verlang naar mijn oehoe. Ons uil zit in de vaaiers en die moet naar buiten toe. Dit is Mario Hegger, met de uil gaat het perfect. Hij is net als de Purmerenders wel wat grof gebekt. Op zomaar burgers naaien hebben hier in Purmerend de Stadspartij en VVD een exclusief patent. Boe, boe. Waar moet je met zo'n beest naartoe? Boe, boe. Kan hij niet naar een park toe? Boe, boe. Naar de Beuzenbos Rimboe? Oh nee, daar komt een hotel met zo'n grote kakatoe. Oh nee, dat is een toekan, maar dat doet er nu niet toe. Want het ruimt lang niet zo lekker als een hoe kakatoe. Maar om even terug te komen op dat Beuzenbos gedoe. In de kom van de A7 is geen plaats voor een hoe. Wel aantal boulevards van Mercedes op Daegu. Met een hoog reclamebord en de hele ratje toe. En de diertjes die daar leven gaan maar naar de kloten toe. Want die vieze plaatsenbollen waren toch al levensmoe. Sinds de bomen zijn gekapt zonder vergunning daartoe. Want de wethouder die vindt gewone burgers maar gedoe. Nee, die stikken lekker maar in hun eigen armoe. En die vriendjes politiek die laten wij al gelijk aan toe. Boe, boe, die uil gaat nergens meer naartoe. Boe, boe, snel in een kootje, slotje toe. Boe, boe, zo'n beest is veel te veel gedoe. Hier in Purmerend is de natuur echt een levensgroot taboe. Boe. Bevrijd die uil en red het Beuzenbos. Stel je prutsers